De Vereniging van Rijstexporteurs, VRE, staat achter de maatregel van de regering die vanaf januari 2021 exporteurs verplicht om 30% van hun US-dollar omzet in te wisselen tegen de unificatiekoers van de Centrale Bank van Suriname. Voorzitter Imro Mangli zegt tegenover onze nieuwsdienst dat de regering op deze manier probeert om haar liquiditeitspositie te versterken. Een maatregel die van belang is voor het herstel van de economie, zegt Mangli. Het probleem wat er is, dat er dus heleboel, de overheid faciliteert dat de bodem is van de staat. Anderen hebben eigendom, anderen hebben erfpacht. Maar alles wat eigenlijk hier gebeurt, eigenlijk, de bepaalde boeren, bepaalde opkopers kopen het product op in Suriname. Bijvoorbeeld toch, alles wordt betaald in Suriname en ze exporteren het en ze krijgen de dollars. Begrijp je? En dan gaan ze shoppen bij de cambio's de hele dag en dan gaat die koers zo naar boven. Stijgt die koers. Aan de andere kant stimuleer je de exporteurs niet. Je benadeelt aan de ene kant de mensen en je bevoordeelt aan de andere kant. Dus daarom zeg ik het iets van voor- en nadelen. Mangli wijst er ook op dat per sector de input verschilt en dus ook de omzet van een exporteur. De regering zou daarom ook de verschillende sectoren moeten doorlichten om te zien hoeveel inkomsten ze precies kan verdienen. Bijvoorbeeld, rijst produceer je met verschrikkelijk veel werk. Hè. Je moet gaan planten, als je terrein hebt, moet je eerst gewoon ontbossen. Je moet egaliseren, je moet kanalen graven, sluizen aanleggen, je moet waterhuishouding gaan regelen, alles. Dan moet je gaan ploegen, dan moet je gaan oosten, zaaien. Het is een heel verschrikkelijk heel groot proces. Moet je gaan drogen, moet je opslaan, dan moet je ook de leningen nemen op de bank. Moet je pellen, moet je nog een goede markt hebben. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, de mensen die dus hout in het bos gaan, of laten we maar zeggen, onze natuur. Grotendeel wordt onze natuur vernietigd, hè, door de mensen die dus hout bezig zijn daar met de bomen te kappen, dus daarom te gaan exporteren. Zij hebben die bomen niet geplant. Die bomen zijn 70, 80 jaar oud en die bomen zijn gegroeid. Maar er was een organisatie vroeger dat, meneer, een deel moet je kappen en een deel moet je weer planten. Ik denk dat dat helemaal niet werkt. Dat gaat niet. En wat doen die mensen? Ze kappen het. Ze laden het in een boot, gaat weg, ze nemen de dollars. De staat. Door een hele andere bocht gaan ze weg met alle dollars van de staat. Imro Mangli, voorzitter van de Vereniging van Rijstexporteurs, VRE, tegenover onze nieuwsdienst. Mangli staat achter de maatregel van de regering die vanaf januari 2021 exporteurs verplicht om 30% van hun US-dollar omzet in te wisselen tegen de unificatiekoers van de Centrale Bank van Suriname.